Oula. Wat ik doe? Ik doe niets. Nee. Helemaal niets. Hoe moet dit hier? Ja. Dat is mijn visje. Dat is mijn maaltijd voor vandaag. Hè? Een visje is wel genoeg, dacht ik. Hè? Ja. Ja, je moet verrekte oppassen natuurlijk, dat je er geen twee vangt. Hè? Nou, het overkomt wel eens en dan gooi ik onmiddellijk het andere visje weer terug. Hè? Nou ja, de verleiding. Hè? Een tweede visje maak je gauw te gelden. Hè? En dat is dan weer het begin van alle ellende. Dan koop je een groter kooitje. En dan vang je misschien wel 5 of 6 visjes en voor je het weet, heb je weer een visverwerkende industrie, hè? Ja, u zult zeggen, wat is er tegen een visverwerkende industrie? Maar zie, het is historisch. Hè? Neem nou een uitvinding als, zeggen wij, het wiel. Nou, 1 wiel, oké, maar het worden al gauw 2 wielen, en dan 3, en dan 4, en dan heb je ook meteen een auto, hè? Ja, je zegt, wat is er tegen een auto? Nou ja, kijk, je begint ermee te rijden, en je rent je rot, en je kunt overal snel bij, je doet zaken, je moet steeds meer zaken doen, je verdient veel geld, je hebt 3 auto's, 4 auto's. 50 man personeel, grote kopzorg en zo, en dan stress, boom, hartaanval, foute boel, hè? Nee, hè. Ik zal u zeggen, wat het automobilisme is eigenlijk, hè? Dat is het verplaatsen van je problemen. Dat is mijn mening, hè. Of ik wat doe? Nee, ik doe niets. O ja, ik zit hier, hè. Hoe lang? Ja, dat zou ik zo gauw niet weten. Een week of 4, 5 of zo. Is prachtig, is boeiend. Heb je niets nodig? Nee, God, ik heb helemaal niets nodig. Nee, nee, nee. Nou ja, kijk, ik zeg nog wel dat ik niets heb, maar in feite heb ik natuurlijk alles. Ja, ik bedoel, ik heb mijn visje, ik heb transport, ik heb roestvrij bestek. Ik heb heel veel zoemijnen en 2. En die meeuwen hebben dat niet zo gaaf. Dat waai, terecht. Vervelen? Nee, 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 nee. Ik verveel me zeker niet, hoor. Nee, 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 zeg. Nee. Met het niets verveel je je niet gauw, hoor. Een raadselachtig schoon is dat. Neem nou zo'n steen. Hè? Daar kan ik uren naar kijken. Zo boeiend. Huh? Waar ik dan aan denk? Nee, aan niets. Nee, kijk aan niets. Nee. Nee, want denken, dat is eigenlijk gevaarlijk. Hè? Dat moeten we afleren. We zijn zo geconditioneerd aan al denken moet. Huh? Het begint dan op school. 7 x 8 is 56 en zo. Heb ik niet nodig. 1 visje. 1 x 1 is 1. Nee, ik denk aan niets, want weet u, als ik nou bijvoorbeeld zou gaan denken en ik laat hem vallen of zo, hè, zo rap, hè, dan denk ik ook al gauw, waarom valt die steen naar beneden? Hè? En waarom valt hij niet eens naar boven? En dan zit je al gewoon in de lijn van de zwaartekracht. Newton, E is mc kwadraat. We zijn vroeg op school, E is mc 2. En je denkt aan Einstein, je denkt aan Hiroshima, de grote knal en zo. Dat is fout, fout, fout. Nee. Nee, alleen maar. Kijken. Perfect.
perfect. Kijk, ik onderzoek dus op het ogenblik het niets. Dat is dus wat ik doe. Dat is trouwens niet het enige wat ik gedaan heb. Ik zou je al zeggen, ik wil je wel een beetje vertellen. Is voor mezelf misschien ook verhelderend. Om te zeggen wat ik zo'n beetje doe in het leven nu dan. Hè? Aan onderzoekingen. Hè? Maar dan moet je me wel even helpen. Je hebt toch wel zo een paar wielen hè, ergens om mij een lift te geven. Hè? Goed, nou, laten we dan maar eens gaan. Hè? Tja. Prachtig, hè? Het niets. Ach, god, is dat hem? Je bent een blitzerik, hè? Je denkt dat het houdt, hè? Zo'n stuk blik onder je gat. Trouwens, net als dat broekje dat je daar hebt, de bloos. Heb ik het correct? 300 ballen? En schoentjes, Italiaans, ja, wat zoet, hè? Had ik vroeger ook allemaal. Sterker nog, ik deed in die dingen, ze. Nou, zullen we mee, hè? Vroom, vroom, hè? Op het laatst had ik dus 52 zaken. Hè? 52. Mode, miljoenenbusiness. Ik kocht hemdjes in Korea, broekjes in Taiwan en zo. Daar hebben ze van die hele kleine goedkope vingertjes. Hè? Kocht ik een miljoen meter katoen in China. Daar stuurde ik dan die goedkope kleine vingertjes overheen. Hè? Of ik kocht dan die hele hap voor veel geld in het Westen. Nou ja, tel uit je winst. Hè? Dat deed ik dan ook. Na 10 jaar zoeken verkocht ik de hele bubs aan Fredje Kantersteen. Voor 35. Hm? En 35 met 6 nullen dus. Ja, dat is wel gek hoor, ineens. Nou ja, en toen kocht ik dus dat daar. Dat is ook een rare belevenis hoor, alles hebben. Dat is weer heel anders dan het niets. Hè? Maar ja, je ondergaat het toch anders, vind ik, hoor, alles. Ja, ach ja. Nou ja, hoewel een zandvloer je haar, ja. Hier, zodat de correlatie zijn tussen alles en niets, een zandvloer, dat moet ik even opschrijven. Neem me niet kwalijk, in moment, hoor. Interessante gedachte, zandvloer, correlatie, A of N, ja. Ja. Nou, dat was dus een huis, dus 17 kamers dus. Daarachter is een zwembad. Daarbij weer een huis, daarachter een klein zwembadje en zo voor het klein volk. En dat is allemaal van mij, dus tot daar eigenlijk, tot die heuvels daar, allemaal van mij. Dat is erg gek hoor. En 5 auto's had ik ook, met het cirkel. Nou, een jacht, lag in Cannes. Kapitein, 4 bemanningsleden, zaten er het hele jaar op. Of lager waarschijnlijk, staat beter hè, voor de dieven. En een vrouw had ik ook, prachtig. Wil je dat zien? Even kijken. Ja, kijk. Die middelste daar, hè? En die rode jurk. Dat is mijn vrouw. Ja, dat is haar Givenchy die ze daar draagt. Die heeft 3000 gulden gekost. Leuke vrouw, weet je niet? Had ik ook. Haar vader heeft een biscuitfabriek in Biot. Dat is al een kostschool geweest. En een nicht van prins Ranier en zo. Stijl, hè? Ja, leuke vrouw. Nee, dat is geen feestje, dat is gewoon wat vriendjes. En dat daar is Henri, de butler. Ja, nou, ik stond er vroeger ook zo bij, hè. Elke dag, glas champagne in de hand en zo, ja. Ach, in het begin had het wel iets, hè. Dat is gek, hoor. Heb jij wel eens met een glas champagne gestaan op het terras van een landgoed en alles wat je om je heen ziet is van jou? Nee, hè. Nou, dat is zat, hoor. Dat is heel boeiend. Normaal zit dan op den duur denk je toch, oh god, dat plaatje verandert nooit meer. Hè? Ik sta tot mijn graf met een glaasje trek in de hand. Hè? Moet de oude hen mee maaien, is ook nog morsen ook zo. Oh ja. Maar ja, wat doe je? Hè? Ach, je koopt een paar van Goghs. Schiet een leeuw in Nairobi, het werk je naar Venetië met de beste vriendin van je vrouw. Wip, wip, wip. Je komt thuis, gooit glazen, gooien met de boel. Is wel even spannend, maar ja, het is toch ook allemaal zo voorspelbaar. Hè? Kijk dat nou, elke dag. Dat echt wanhopig. En toen, op een dag. Ik zal het nooit vergeten. Ik voer met mijn jacht
op weg van Antibes naar Saint-Tropez. En ik was alleen. En met de kapitein, vier man. En Henri, het butler, dus, hè, die dagen. En met de champagne, alles. Goed. En opeens. Ik weet niet hoe ik erbij kwam, maar opeens dacht ik. Hoe zou het zijn als je verzuipt? Als je met je schip dus naar beneden gaat. Hè? En de volgende gedachte kwam als een bliksemstraal eigenlijk. Ik dacht, luister even hier, vriendje. De enige manier om dat te weten te komen is het te doen. Begrijp je? Nou, dat is uniek. Ik zal het nooit vergeten. Goed moment was dat. En ik roep naar de kapitein, Tinus, een Rotterdammer. Ik zeg, Tinus, alle onderste patrijspoorten opengooien. Ja, maar meneer, zegt hij, dan zinkt het schip. Ik zeg, ja, wees dan waarachtig. En dat is ook de bedoeling, hè. Dat die meneer wel kan. Ik zeg, kom, nemen jullie het rubberbroodje. Je moet tenslotte een beetje sociaal blijven, die dingen niet meer. En ik zeg, Henri, ga jij ook maar meteen? Nee, meneer. Ik zeg, denk aan je vrouw en kinderen. Ze zeggen, nee, meneer, kinderen zijn de deur uit. De vrouw kan die schelen. Ik zeg, goed, dan blijf je niet. Dus ze staan er, champagne erin. Ze gooien de onderste patrijspoorten op. En wam, binnen 5 minuten waren we onzichtbaar, zeg, onder water en diep ook. Grandioos, enorme ervaring. Ja, het is net of de wereld vergaat. Water suist in je oren, je loopt vol met het geluid van een orgel. Grandioos, echt erg bijzonder. En wat weet je wat ook klopt? Ik zal zeggen altijd dat je leven als een flits aan je voorbij trekt, hè? Is zo. Absoluut correct. Ik zag alles weer. In één ogenblik zag ik alles weer. Kleine jongen, korte broeken, appelsjat uit de boomgaard. Eerst een meisje gepakt. Op de trappen van het stadhuis en zo. Breed glimlachend in de deuropening van mijn eerste zaak. Belangrijk. Zo, alles gezien in één ogenblik. Dat was fantastisch. Ik werd natuurlijk meteen gered. Was 200 meter uit de kust. Maar en hoe werd ik gered? Ja, dat is ook leuk. Okay. Ik werd gered door mond-op-mond beademing van die leuke blonde jongen van de plage Fleury. Hè? Ja, nog ben jij wel eens langdurig door een blonde jongen op je bek gekust? Dat is heel prettig. Kan ik je zeggen, ik kreeg geen homofiel namelijk, dus ik wist het dus niet. Maar ik moet zeggen, het viel me uitstekend. Hè? Ik werd wakker en wam, zomaar smak op de bek gekust door die jongen. Ja. Ik zie hem nog wel eens, ik zwaai het je ook terug, grappig. Ja, dat was een... Dat was echt heel, heel bijzonder. Nou, en dat gaf de stoot min of meer, hè? Want ik dacht toch, op dat ogenblik, nu gaat er dus een grote deur open eigenlijk, hè? Je kunt dus alleen iets weten als je het eerst doet. Nou ja, god, ik weet verrekte weinig, dus is er een hoop te doen. Nou, ik begon meteen aan mijn onderzoekingen, hè? Eens even zien, wat had ik allemaal? Nou ja, hier, miljonair was ik geweest, hoefde niet meer. Echtgenoot was ik ook geweest, hoefde dus ook niet meer. Maar wat ik allemaal niet wist, hè? Kom eens mee. Weet je hoe het is om een vis te zijn? Drak. Jazeker. Je denkt natuurlijk dat is een heel rustig bestaan. Dus het is van... Helemaal niet. Ik heb daarin gezeten, zeg, 2 weken. Ja, met 2 cilinders op mijn rug enzovoort. Plus een school haringen, 2 dolfijnen, een kikkervisje of 3, 4 en een kleine tijgerhaai. Zeg, daar allemaal erin. Nou, dat is me gedwongen een heksenketel, kan ik je vertellen hoor. Dat is natuurlijk, ja, honger en zo, dus naar boven grijpen naar een haring, begrijp je, hè? En dan is het weer meteen naar beneden trappen, omdat er een tijgerhaai aan je poorten zit, hè? Zo gaat dat in zijn werk, het is een enorme toet, het is eigenlijk net de maatschappij, begrijp je me? Naar boven grijpen, naar beneden trappen, hè? Zo is het. En die dolfijnen daar maar tussendoor en maar lachen, hoor. Ik was er mooi uitgelachen, zeg. Goh, ik mis intussen ook een teentje, maar ja, wie daarop let, is een kniezoer. Wat heb ik nog meer gedaan? Ja. Ja, de bezetenheid. Huh? Van de speler. Ja. Dan ben ik in het casino gegaan, heb ik bijna alles vergokt. Ik zat er nachtenlang met koortsvlekken als een Russische graaf uit Tsjechof of zo. Hè? Nou goed, en ik dacht, als ik alles kwijt ben, hè,
Ja, dan speel ik Russian roulette. Een gok op een gok, hè? Ja. Je als het ware voor je kop schieten. Nou, misschien wel echt, want er zit één bullet in. Boem, of niet, hè? Nou, en ik had nog maar een heel klein beetje. En dat heb ik toen op 34 gezet. Ik denk, nu ben ik alles kwijt. Wat roept de lul? Trankaat! En zo had ik alles gewoon een miljoen verdiend. Ging het dus niet door, maar dat komt nog wel eens. Ja, arbeider ben ik ook geweest. Ja. In de biscuitfabriek van mijn schoonvader en Bjot, daar zou ik over vertelde. Hè? Lopende band, ja. Flits, flats, deksel. Dat heb ik eruit overgehouden. Ja, was gek, hoor. Hoe is het ook alweer gegaan? Eens even kijken. Eerste week, fantastisch. Goeie muziek, geen enkele verantwoordelijkheid, toffe makkers en zo. Tweede week kreeg ik de pest in. Derde week was ik opstandig. Vierde week organiseerde ik een staking. Vijfde week lag alles plat. Zesde week kreeg mijn schoonvader een beroerte en erfde ik de hele fabriek. Ja, ja. Nou, zevende week wou geen van mijn makkers me meer aankijken. Ja, dat was een beetje een treurig end, want het was tot op dat moment eigenlijk een heel... Hier, zeg! Kijk nou, dit is mijn vrouw, hè? Die is kwaad op, of niet gek? Ik wil niet meer dat ik hier kom, zeg. Oh, hier! Kom, dat is gestenig. Ik toch nooit. Ik heb er wel eens van gelezen in de Bijbel. Ik heb toch wel eens gezien op televisie een mobiele eenheid. Au! Hier hebben ze je ook te pakken, zeg. Dan zie je kijken. Nou, die was goed raak, zeg. Jeetje, dat is een hele gekke vleeswond. Hoe voelt dat nou? Ik heb voornamelijk een gevoel van grote droefheid. Wat heb jij? Je vindt het niet leuk. Nou, dat is ook geen bijschieren, gewoon. Dat is even zo, hij vindt dat niet leuk. Wat zeg je? Trekken we ons terug? Nou, vluchten, dat is ook wel enig, hè? Heb ik ook nooit eerder gedaan. Vluchten, ja. Moet alles onderzoeken, hè? Alles. Ho, sorry, zeg. Een moment, wacht eens even. Ik heb ineens een gevoel van grote agressie. Zal ik ze teruggooien? De oorlog, hè? De haat, hè? Dat onmenselijke, hè? De moordlust. Oh, zie ik eruit. Een beetje een mens op zijn erg. Wow, raak! Hoi! Dat is goed, hè? Die triomf. En tegelijkertijd grote walging. Die arme man. Hoe heb ik hem zo kunnen gooien? Wat een spannende dag. Zo, jij dit. Oh, hey, vluchten. Ja, je ziet wat bleek om je neus. Hè. Vooruit te gaan we dan. Hè. Vluchten, interessant. Hè. Ja, heb ik ook eigenlijk nooit iets over de hand gehad. Hè. Zo vluchten de Spanjaarden bij Alkmaar. Hè. En de Duitsers bij Montgomery. Nou, hier, het was geen plaats. Hè. Ik weet nu precies hoe het is. Vlucht vooruit. Hè. Inderdaad, de jacht ontkomen. Wat een opluchting, zeg. Als ze je niet meer raken kunnen, hè? Gered. Spotlust. Heb jij dat ook? Sleep out! Amahula! Ja, het enige wapen van de verliezer natuurlijk. Spot en hoorn. Hier, imbecile! Vous craquez pas les muscles, hein? On fait nous le piège! Wat interessant was het. Wat een dag, hè? Wat zeg je? Oh, kuh, ja? Oh, je ziet een beetje bleek om je neus. Je houdt van gezien, hè? Luister goed naar mij. Elke ervaring is een ondervinding. En elke ondervinding is een ervaring. Knoop dat in je bol. Wat een heerlijk leven, hè? Daar gaan we dan, vooruit, hè? Ja. Ik ben bezig geweest, zeg. Hier, een overval in een juwelierswinkel in Nice. 12 gouden horloges gejat, hè? Met zo'n joekel van een waterpistool, zeg. Nou, een stortvloed van gevoelens. Hè. Eerstens tijluilenspiegel, hè, door het bedrog van dat pistool. Hè. En dan, kindersprookje eigenlijk. Hè. Zoveel taart als je wil, je mag alles pakken. Geweldig was dat. Nou, en dan, wat krijgen we? Ja, een gevoel van macht.
ook, hè. En daarna toch weer van zondebesef, hè. Die arme kerel krimpend achter die toonbank en zo, hè. En dan de angst voor de vergelding ook, hè. Ik word gegrepen en gegeeseld. En dan helemaal niet vrij op straat. Euforie, aanzwellende muziek, pauken en de maatschappij getart, weet je. En ja, het klopt. Onmiddellijk daarna uit de broek. Ja, dat is atavisme, hè. Dat schijnt zo te zijn, je moet je ballast kwijt, dan ren je sneller. Hè? Dat is ook de reden waarom dus inbrekers altijd een grote drol draaien naast de kluis. Hè? Dat weet ik nu ook. Nou, en dan, wat had ik nog meer? Ja, ome zwart geverfd en kralenkettingen verkocht aan het strand enzovoort. Nou, inderdaad, met een andere huidskleur ben je mooi de lul. Ik begrijp nou het Afrikaanse probleem ook wat beter. Hè? Nou, en dan, eens even kijken. 3 weken hongerstaking voor de Russische dissidenten. Maar dat is een beetje fout gegaan, want na 2 weken merkte ik wat vaag en dacht ik dat het voor de Indianen was. Hebben ze me voor de Russische ambassade gevonden en zo met rare Indianendansjes van ugge, ugge. Ja, dat ging dus niet goed. Oh ja, hier heb ik er nog een. Alle roze bordelen bezocht in Marseille. Allemaal rood, rode wanden en zo, en plus en balletjes enzovoort. God, God, dat was erg vermoeiend hoor. Ja, op het laatst kromp ik al in elkaar als het verkeerslicht op rood sprong, zeg. Ja. Nou, wat was er nog meer? Ja, ondersteboven aan een tak gehangen, de vleermuisoptiek. Hè? Wat zei je? Slotsom? Nee, helemaal geen slotsom gekomen. Nee. Ja, dat is jullie fout. Hè? Jullie beginnen met de slotsom. Hè? Jullie slikken je alleen nog maar wat je voorgekoud wordt. Hè? Maar zo kom je nooit verder, hè? Nee. Hé! Daar komen ze, die particulier met slag- en steekwapens, geloof ik, hè? Verdomme, zeg. Hé! Mijn hemel, ze redden dus helemaal niet voor mij. Ze gaan naar het krokketveld. Ik heb honger, eigenlijk. Ze zullen het maar even voor gezien houden. Nou, ik wil mijn vissen, hè? Lichaam tweede energie gebruikt, enzovoort. Moet een beetje brandstof hebben. Dan gaan we, hè, vooruit. Dan kan jij meteen je wonden likken. En dan kan ik mijn builen deppen. Huh? Daar gaan we dan, hè. Heerlijk, hè. Dat is toch wel het mooiste, hè. Niets. Ja... Hoewel, ik weet nog niet genoeg, hè. Ik denk ook wel eens dat je eerst alles moet weten voordat je werkelijk aan het niets toe bent, hè. Oh. Ja, ja. Hallo? Hé, hey, monsieur, politie? Oh god, dat is natuurlijk voor de juwelenroof in Nice. Wat jammer nou, ik lach net zo lekker. Maar ja, dit is natuurlijk ook wel fijn, hè. Hoe zou het zijn om veroordeeld te worden? Ze. Juryrechtspraak in Frankrijk, Jean Gabin, pure demagogie. Hé, hey, oh, meneer, oh, wat een ruwe handen. Zeg. Oh, voor een vet man, monsieur. Verdurie, zeg. Zeg, ben jij wel eens in de gevangenis geweest? Ik nog nooit. Door de boeiende tijden, hoor. Zou het waar zijn dat je door je medegevangenen anaal wordt gebruikt? Zou mij benieuwen of ik dat red, zeg. Oh, heren, voor een vet man. Ja, zeg, kom je dan weer als ik uit de gevangenis ben? Wat ik dan allemaal weet, zeg. Ja, meneer, ik heb experience. Wat een leven, hè? Ik kom nog even terug op de...